In deze tutorial ga ik laten zien hoe je de scène kan gebruiken die je in de comment section kan downloaden hier op YouTube. Ik heb een scène gemaakt waarbij ik een aantal dingen al heb gemaakt. Namelijk een speler die je kan besturen. Met je pijltjes toetsen of met je ASDF toetsen. Ik heb een aantal kubusjes erin gegooid. Ik heb een skybox erin gegooid. En ik heb een begrenzing van het level. Dus op een gegeven moment als ik aan de rand toe ga, kan ik niet verder lopen. Dus ik kan nooit verder weglopen dan dit. Dus ik heb de ruimte begrensd. Ik ga jullie in deze tutorial allereerst even laten zien wat ik heb gemaakt. En hoe ik de skybox kan aanpassen. En hoe ik de distance fog ook kan aanpassen. Dus ik zet even van play af. Als je kijkt in mijn scène, dan zie je allereerst dat ik een directional light heb. Die heb ik de richting opgezet. Die kloppen mijn skybox. Ik heb een kubus, dat is de speler. Ik heb hier een aantal random kubussen geplaatst. Ik zeg het trouwens verkeerd, dit is niet de speler, dit is volgens mij ook gewoon een kubus. Kan ik hem een beetje in perspectief bekijken. Even kijken. Free, I guess. Ja. Even naar player toe. Dit is een player, het is gewoon een kubusje. Dit is dus ook gewoon een kubusje, zo te zien. Ja, gewoon een kubus. De player is een kubus. Op de player heb ik een, of in de player heb ik een camera gezet. Die camera staat nu op de plek waar normaal gesproken je hoofd zou zitten als je de player zou zijn als blokje. Dus je gaat lopen, zit je op een bepaalde hoogte. En ik heb een begrenzing van het level. En die staan nu hier, zoals je ziet. Het zijn onzichtbare muren. Dus die heb ik uitgezet, zodat ik me wel begrensd in beweging, maar dat ik ze niet in beeld zie. Nou, wat ik al zei, in deze tutorial wil ik vooral laten zien hoe je de skybox kan manipuleren of kan veranderen. En hoe je de distance fog kan aanzetten. Daarvoor is het allereerst handig om even naar edit te gaan. En dan moet ik even spieken. Dat is de window. Ja, window is het, sorry. Window, lighting en dan ga ik naar settings toe. Dan krijg ik dit schermpje. En ik vind het eigenlijk altijd prettig om deze gewoon in mijn sidebar te poppen. Gaat zo? Ja, nee. Ik moet even toevoegen aan de bestaande. Ik wil niet dat dit zo overheen komt. Ja, zo. En nu zit hij er tussenin. Ik kan hier namelijk uitkiezen welke skybox ik wil gebruiken. Nou, ik heb nu deze skybox die ik al zelf gemaakt heb. En ik heb hier onderin fog heb ik aanstaan. En dan kan ik een bepaalde kleur uitkiezen. En misschien als je het ook ziet, ik ga spelen. Dan zie je dat mijn fog in mijn level is een soort van blauw. Dus als ik heel ver weg ga van bepaalde kubusjes. Ik hoop je het kan zien. Het verschil tussen deze voorste en de achterste. Is dat die achterste een beetje, ja, zoals je het dus noemt, distance fog heeft. Dat die verder weg is. Nou, dat kun je dus manipuleren door hier de distance fog, de instellingen daarvan te tweaken. En je kan de kleur zelf aanpassen. Nou, de skybox wil ik even laten zien. In het bestandje wat je kan downloaden heb ik bij de assets en skybox een AI bestand zitten. En daar heb ik gewoon in Illustrator een skybox gemaakt. En de skybox bestaat eigenlijk uit 6 individuele afbeeldingen. Die zoals je hier zit in elkaar doorlopen. Die wordt door Unity om je omgeving heen gezet. Dus dan krijg je een soort gevoel van een omgeving waar je in rondloopt. Dat was de verkeerde. Ik ga even naar mijn assets toe. Ik heb namelijk bij mijn textures heb ik de skyboxen of de materialen staan. De losse plaatjes die ik gemaakt heb. Bij mijn materials heb ik 2 skyboxen staan. En als je een material aanmaakt, doe je door create material hier. Zo, dan heb ik een nieuw material. Noem ik even skybox 3. Zo, dan zie je dat er gewoon een bol daar gerenderd wordt. Ik kan hier bovenin aangeven, als ik deze even pak, dan moet ik de inspector even pakken, want ik zat in mijn lighting nog, dat ik bij de shader kan aangeven dat dit een skybox is en een six-sided skybox. En dan zie je dat er 6 slots vrijkomen voor dingen die ik erin kan slepen. Ik heb het Illustrator bestand zo gemaakt, als je je dingen in verandert en je gaat hem exporten of export voor screens, dan geeft je de namen in welke volgorde je erin moet zetten. Dus deze heet Skybox 2, 1, 3, 2, 4. Dus de nummering loopt anders, leidt. Klopt wel. Dat zal ik zo even laten zien. En dit is de bovenkant en de onderkant. Als je nu volgens in Unity gaat kijken, de bestanden die geëxporteerd worden, staan nu bij mij in mijn textures map.
Nu kan ik ze in de volgorde dat de slot staan, kan ik ze erin slepen. Skybox up en Skybox down. Dan zie je hier beneden een preview en dan zie je al dat hier alles klopt. Ik kan hier ook in rondkijken zoals je nu ziet. En dan zie je dat ik het niet helemaal goed heb gedaan, want ik heb twee keer de grond gedaan. Oh, nu klik ik per ongeluk. Zo. Ach. Zo, nu klopt hij wel. Nou, hebben we dus een skybox hier. En deze kan ik nu gaan toepassen hier in mijn scène. Dus ik kan, pak nu even Skybox 3. En dan zie je nu ook dat het icoontje hier verandert. En nu heb ik mijn Skybox erin gezet. Je kan met de intensity. En dan kan je het beste even in je scène kijken. Dat is vaak het beste. Hij is nog bezig aan het berekenen, zie ik. Met de intensity kan je instellen hoe de intensiteit is van de skybox. Dus hoe erg je de belichting overneemt op de omgeving. Wat hier zo lang mee bezig is. Hij is hieronder nog iets aan het berekenen. Die blijft blijkbaar best wel lang over. Nou, zo kun je dus een skybox en een distance fog instellen in Unity.